Romelis 2-1, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was wel een lekkere wedstrijd, denk ik. We begonnen heel erg goed. Maar daarna nam Italië het over. Maar in de tweede helft hebben ze gelijk onder druk gezet. En ik denk dat we de tweede helft goed hebben gespeeld. Belangrijk doelpunt zelf gemaakt, 1-1. Ja, het was wel lekker. Even direct naar rust eigenlijk, de 1-1. En na de onderbreking scoorden we eigenlijk gelijk de 2-1. Dus dat was wel super fijn. Veel last gehad van het weer? Nou ja, het was niet echt fijn. Het regende keihard en daarna ook nog die onweer. Dus ja, het was niet echt fijn. Was het een lastige tegenstander, Italië? Ja, Italië is altijd wel lastig. Ze spelen vrij fysiek en ze rollenbollen nog wel eens over het veld heen. Een beetje overdreven reacties en zo. Dus je moet echt je kopje erbij houden af en toe om niet boos te worden. En de scheids wordt ook nog wel eens beïnvloed. Dus het is wel eens moeilijk om rustig te blijven. En nu op naar Schotland. Wat zijn je verwachtingen daarvan? Ik denk dat Schotland heel erg fysiek speelt. Ik denk vaak de lange bal hanteert en daar moeten we gewoon goed positiespel tegenover zetten. En zodat ze vandaag de tweede helft goede combinaties laten zien en dan zo voetballend doorheen gaan. Heel veel succes. Ja, dankjewel.